gestel totdat Max haar vertelt dat hij naar Amerika gaat om mee te doen aan het toneelstuk. Filaine neemt afscheid op Schiphol. Is verdrietig. En ze besluit hem achterna te gaan. Ze neemt een taxi. Ze gaat naar het appartement van Max. Hier ontmoet ze de vrienden van Max. Filaine gaat naar de première van Max zijn toneelstuk. Ze schrikt van wat ze ziet en ze krijgt een visie. Ze trekt veel op met de huisgenoten van Max, aangezien Max nooit thuis is. Filaine besluit samen met twee huisgenoten weer naar de voorstelling van Max te gaan. Daar ziet ze dat Max het niet is veranderd en ontploft de boel weer. Komt dit ooit nog goed?